Waar ik verdrietig van geworden ben, zijn de protesten die er geweest zijn. Niet van de protesten op zich, want protesteren mag. Laat me dat voorop stellen. He? Iedereen speelt van vrijheid, van meningsuiting, die ziet dat die, allemaal goed. Maar vrijheid van krenken, beledigen en discrimineren, daar sta ik niet achter. Dat keur ik af. En daar distancieer ik me ook ten volle van. Wat ik gehoord heb, met name daarbij die avond toen de president dus de Anton de Kom-lezing zou houden. Ik kreeg allerlei beelden toegestuurd ook en zo. En ik heb 2 minuten gekeken en toen ben ik gestopt. Want mi atibesari, mi jeje ben jeme. Ik dacht van, zullen onze voorouders trots op ons kunnen zijn als wij zulk gedrag tentoonstellen? En ik heb me ook in alle oprechtheid en serieus afgevraagd, wat moet meneer Anton de Kom gedacht hebben van hoe deze mensen tekeer zijn gegaan daar. Althans, een groot deel van die mensen. Mag niet iedereen over één kam scheren. Maar wat daar allemaal geroepen werd. Mijn god, ik heb van zoveel kanten hetzelfde gehoord. Plaatsvervangende schaamte bekruipt je van mij. God, kijk hoe we Suriname te kijk zetten. Ik werd er, als ik zeg verdrietig, overdrijf ik niet. Want het was echt op een gegeven moment alsof ik een knoop in mijn maag kreeg. Van mijn god. Ik voelde het in mijn ziel. Uno doro peruan doro. Ik weer kost makandra. Ik weer beledig makandra. En vooral dat racisme. Ik ben zo geschrokken van wat ik heb gezien de afgelopen dagen, het afgelopen weekend. Normaal. Ik schaamde me dood. En ik ben niet de enige.